Nou, we hebben een goed gesprek gehad en ik heb gezegd dat wij zaterdag open gaan. Ja, want dat is een beetje jouw statement, hè? Het ding wat jij naar buiten hebt gebracht. Wat er ook gebeurt, ik ga open. Maar waarom eigenlijk? Omdat wij vinden dat het veilig kan. Wij kunnen veilig open, we hebben een winkel van ruim 700 vierkante meter. En wij willen straks 20 mensen toelaten, dus dat is één klant per 35 vierkante meter. En dat is gewoon hartstikke veilig. Het is wel een beetje eigen regels maken, hè? Dat is niet de bedoeling. Nou, als we met z'n allen niet rammelen naar het kabinet toe, dan gebeurt er niks. Wat ook is, wij hebben de afgelopen tijd al zoveel mensen stiekem binnengelaten. En dat stiekem ben ik gewoon zat. Dat heb ik ook aan de burgemeester aangegeven. We gaan veilig open zaterdag. Met natuurlijk de voldoende afstand. We halen mensen soms even wat meer weg als ze bij elkaar zitten. Dus goed onder controle houden. En we gaan er zaterdag tegenaan. Ik heb er zin in. Wat was een beetje de reactie van de burgemeester? Hij snapt ons volledig en ja, hij moet de wet naleven. Maar hij hoopt ook dat het kabinet versoepelingen gaat brengen. Ja, hij moet de wet naleven, maar jij moet ook de wet naleven. Ja. Maar dat doe je dan niet. Nou, als we op een gegeven moment de eerste waarschuwing krijgen, dan gaan wij over op plan B. En plan B is, wij zijn een oud bedrijf, 108 jaar. Wij zijn van oudsher ook groothandel. En dat staat nog in onze Kamer voor Koophandel. Dus dan gaan wij straks open als groothandel. Dus iedereen, dus alle zakelijke klanten met een KVK-inschrijving, die kunnen komen. En hoe gaat dat zaterdag? Wij gaan open. Of we gaan op afspraak open, of plan B, alleen voor de zakelijke klant, en dan zijn we groothandel.